dat er achter iedere man, sterke man, ook een sterke vrouw staat. Waarschijnlijk nog een sterkere vrouw. En ik denk dat ze het van het weekend mogen verduren heeft. Maar we zouden toch ook graag Dorine keer in de bloemetjes willen zetten. Want zonder haar zat Dave vandaag zeker niet aan zijn 100ste competitiewedstrijd. Dus Dorine, in naam van de club. En de man die hier vandaag een record breekt, en ik denk dat hij hier nog lang gaat meedraaien, als je hem een beetje smailleert. Zijn een 100ste competitiewedstrijd vandaag, ik zou zeggen, geef dan een schone cadeau. We hebben ook al een kleine attentie met papier, we zijn lieve prinses, met papier van zijn prinsesjes. Dus Dave, proficiat en die trofee bij. Dames. En zo zitten we meteen op maandagavond in Gent, waar Dave Mathuis zijn 100ste wedstrijd naast de lijn stond voor de AA Gent Ladies en daarvoor in de bloemen werd gezet door de voorzitter. Met de bekeruitschakeling nog in het achterhoofd gaat Gent van start en dat liep niet meteen goed, daar KSK Heist goed stond geplaatst en Drangen in de eerste 20 minuten gesloten kan houden. Maar dan zijn ze daar plots en is het meteen raak. Van de Velde met de 1-0. Een minuut later is daar Dont met de 2-0. Zonder echt goed te spelen kan de thuisploeg de score nog verder doen oplopen in de eerste helft, wanneer in minuut 42 Minnaert de 3-0 op het scorebord zet. Twee minuten later, minuut 44, is het Maximus die de 4-0 ruststand op het bord zet. De Levieten, dat werden ze zeker gelezen tijdens de rust en dat zien we meteen. Heist komt er nu niet meer uit en de 5-0 blijft dan ook niet lang uit. Bonken en beuken, dat doen de Buffalo's nu en daar is Dont met de 6-0. We spelen amper 49 minuten. Heist herstelt zich even en het is wachten tot in minuut 74 wanneer Maximus de 7-0 laat optekenen. Zij neemt dan ook nog de 8 en later de 9-0 voor haar rekening, waar we in de 89ste minuut de dubbele cijfers op het scorebord zien van de voet van Lemmens. Heist speelt voor wat het waard was en ging goed mee tot in de 20ste minuut, al konden ze zelf ook scoren in de tweede helft, al wordt deze goal dan afgekeurd wegens buitenspel. AA Gent versus KSK Heist met een eindscore van 10-0.